Welkom weer bij een nieuwe video van Life of Alice. Leuk dat je weer kijkt. Maar vandaag wil ik het hebben over 10 dingen wat ik heel erg heb gemist aan Nederland toen ik in het buitenland zat. Laten we meteen beginnen. Nummer 1. Oké, nummer 1 heb ik het allermeest gemist. En dat is fietsen. Ja, ik heb het zo erg gemist. Is echt niet normaal. Zo erg zelfs dat ik op YouTube video's ging kijken. En dan zijn er 2 kanalen die ik vooral keek. Dat heet Bicycle Dutch en Not Just Bikes. Deze 2 YouTube kanalen hebben alleen maar video's over fietsen in Nederland en over infrastructuur in Nederland. En daar keek ik dus dan naar, omdat ik fietsen zo erg miste. Het klinkt heel stom, maar anyways, gewoon fietsen is heerlijk. En vooral zonder handen fietsen is zo fijn. Dat is nummer 1. Nummer 2. Nummer 2 is misschien een beetje... Ja, een beetje gekkig. Maar ik heb heel erg frikandel speciaal gemist. Met dat. Met lekkere mayonaise of ja, gewoon die lekkere joppie saus. En een deuner, kapsalon. Gewoon al die lekkere vette hap. In Sydney had je een soort van snack. Het heette snackpack. Een soort gelijk aan een kapsalon. Maar die deuner of dat vlees die ze daar gebruiken is echt niet te vreten. Is echt zo vies. Ik weet niet wat voor vlees dat was. Maar dat is echt niet te vreten. En ja, we hebben gewoon de lekkerste patat van de wereld, vind ik. Ik moet ook wel bekennen, ik woonde niet zo heel ver van een Dutch shop vandaan. In Sydney. Je hebt een Dutch shop in Sydney. Ik woonde daar echt maar 20 minuutjes rijden vandaan. En daar haalde ik wel vaak frikandellen. Dan kon je gewoon zo'n doos met frikandellen halen. En dus ik aan al mijn huisgenoten laten proeven. Uiteraard kon je daar ook curry halen en mayonaise. Je kon er echt van alles halen. Dus ik heb ze de hele Dutch experience gegeven. En zij vinden het ook lekker. Dus ja. Maar het is toch anders als je ze in een snackbar haalt hier in Nederland. Dat is toch wel wat lekkerder. Nummer 3. Nummer 3 is, nou, dat is hetzelfde beetje als fietsen. Want het valt dan onder infrastructuur. Infrastructuur heb ik heel erg gemist. Dat slaat helemaal nergens op misschien. Maar ik betrek daar meteen bij dat mensen niet kunnen rijden in Australië. Of in ieder geval in Sydney niet. Mensen kunnen niet rijden. Mensen leren daar rijden door hun ouders. Dat vind ik ook niet zo'n goed idee. Want stel, je hebt een ouder die heel erg angstig rijdt. Dan ga je dat overnemen. Ik vind dat niet zo'n slimme aanpak om mensen te leren rijden. En daarnaast zijn die wegen ook echt 10 keer niks. Mijn velg is een keer eraf gegaan daar door zo'n stomme gat. En die gaten die heb je echt overal daar op de weg. Verschrikkelijk. En hier in Nederland, infrastructuur is top, top, top. Helemaal top. Volgens mij is Nederland nummer 2 of nummer 1 van de wereld. Singapore en Nederland staan eerste, tweede, staan te battelen met elkaar. Maar ja, infrastructuur in Nederland is gewoon goed hier. Ja, mensen kunnen goed rijden. wat wel jammer is dat er een limiet is aan onze snelheid op de snelweg. Dus hopelijk komt daar verandering in. Dan nummer 4. Nummer 4, ja, ook al ben ik van mijn luxe afkomst, maar ja, dat mensen op tijd zijn, kan ik heel erg waarderen. Of heb ik nu heel erg gewaardeerd. Want ja, het is gewoon fijn als mensen gewoon op tijd komen. En daarnaast doe ik ook meteen nummer 6. Want ik miste ook directheid. Ik ben zelf ook niet echt direct. Vergeleken met een gemiddelde Nederlander ben ik helemaal niet direct. Maar daarin als ik een mailtje ging schrijven voor werk of weet ik veel, mensen willen iets van je weten. Gaan ze eerst helemaal zo'n vraag stellen van, hope you're doing well en how are you? En dan bla bla bla. En dan in één keer de vraag. Ik denk van ja, dat had je ook gewoon meteen kunnen stellen. Maar blijkbaar vindt men dat een beetje rude voor ons Nederlanders. Is dat gewoon erg normaal. En ik moet ook wel erbij zeggen dat toen ik terug was in Nederland, werkte ik heel eventjes bij zo'n koffiezaak in Zwolle om te helpen. En toen leerde hij mij, zeg maar, iets bij de koffieapparaat. En ik zei elke keer, oh sorry, my bad, my bad. Want dat had ik zo erg, ja, dan nam ik zo erg over van daar. En op een gegeven moment zei hij zo van, en nu moet je ophouden met dat, sorry, blablabla, ik wil je gewoon wat leren, blablabla. En toen dacht ik, oh shit. Ik dacht, oké, ja, dat is echt die directheid. Maar dat kwam op een gegeven moment wel eventjes aan van, oeh ja, oh ja. Dit zijn weer echt die dingetjes wat dan even in mijn face kwam. Waar ik dan ook me toch wel weer aan moest wennen, maar ik toch ook wel miste.
Ik weet niet of I make sense, but... Oké, next. Dan daarnaast ook, wat ik miste is gewoon die heerlijke Hollandse nuchterheid. Die gewoon hupsa zeggen wat ze denken. Ja, ik vind het heerlijk. En dan zo lekker, ja, droog, of hoe zeg je dat? Ook vooral toen ik ook... ik werkte dus fulltime in Zwolle. Echt meteen nadat ik terugkwam in Nederland. En er was één zo'n vrouw die ook echt gewoon alles gewoon maar eruit vloepte. Wat ze dacht. Ja, dat vond ik geweldig. Ook gewoon zo lekker, zo boers, zo hupsa eruit. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Dan zijn we puntje 7, denk ik, zoiets. En dat is ook etenswaren. Brood miste ik. Goed brood, kaas, melk. Ja, het beste melk is toch wel hier, vind ik. En kaas, wij zijn ook echt zo'n kaasland. Ja, heerlijk. Dat heb ik echt gemist. Gewoon goede kaas voor op je boterham. Yummy. Dan nummer 8. Wat ik ook heel erg ben gaan waarderen aan Nederland is dat alles zo dichtbij is. Alles op loopafstand of fietsafstand. Supermarkten zijn altijd wel in de buurt bij je, waar je woont. Helemaal prima. En ja, dus dat. Dan nummer 9, denk ik. En dat is... Veel mensen gaan waarschijnlijk nu denken, wat de gek ben jij. Maar ik miste vier echte seizoenen. Want daar in Sydney, waar ik zat, heb je wel 4 seizoenen. Maar het is niet echt 4 seizoenen. En dat heb ik wel gemist. Ten eerste, ik vind 40 graden vind ik 10 keer niks. Vind ik veel te warm. Geef mij maar 25 graden hele jaar door. Dat vind ik wel prima. Maar ja, ik vind ook sneeuw geweldig. Ik vind... Oké, dit weer wat we nu hebben vind ik niet geweldig. Dat is koud, regen en wind. Maar ja, is goed voor de plantjes. Nee, anyways, lente is mijn favoriet seizoen. En daarna herfst. Daarna winter, daarna zomer. Here it is. Oké, next. Next one is... Oh ja, openbaar vervoer. Openbaar vervoer hier in Nederland is ook een stuk beter. Natuurlijk kan er heel veel verbeterd worden. Want als er ook maar een storm Pia komt, dan valt alles uit in één keer. Een vertraging hier tot aan Tokio. Maar over het algemeen is Nederland wel goed openbaar vervoer. En als laatste is dat... De architectuur en culturele bezienswaardigheden is hier in Nederland, ja, zo rijkvol. Gewoon, ja, alle gebouwen hier zijn gewoon prachtig. In de steden, in de binnenstad zelf, gewoon die mooie oude gebouwen. Ja, dat miste ik wel een beetje daar. Daar heb je wel wat gebouwen, maar het is meer natuur wat daar echt gewoon eruit blinkt. En hier in Europa is dat echt architectuur. Dus dat heb ik erg gemist. En dat waren alle 10 dingen, denk ik. Of 11 dingen, I don't know. Die ik miste aan Nederland. En ja, laat me weten wat jullie willen zien qua filmpjes. En ik wil binnenkort ook een Q&A doen over mezelf. Ja. We gaan heel erg vulnerable doen. Sorry voor mijn Engelse woorden er tussendoor. Echt verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk als ik Engels en Nederlands door elkaar haal. Ik wil gewoon of Nederlands of Engels spreken. En niet een mix. Dat vind ik best wel cringe. Oké, genoeg geweest. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Like, deel en abonneer. En tot de volgende video. Oh, so rude. Shoot, man. It's an 800. Billy's first time. First time. Frikandel. Say frikandel. Can you say it? What is it? Frikandel. Frikandel. Yeah, good. Frikandel. What's that? It means test. Frikandel. Lekker. Lekker. You haven't it. And? And lekker.